Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Oh, sorry, Bonnie. Als je zin hebt in deze weekvlog, doe dan een duimpje omhoog. En abonneer hier beneden op ons kanaal. Hier beneden. En als je toch bezig bent, klik op het belletje. Dat is het belletje in Duitsland. Heel erg fijn. En dan... Zeg les op de blonde pony. Mag haar niet storen. Ze kijkt heel serieus. Daan zit op de veilige plek, dus ik weet ook niet wat ze nu moet doen. Even rustig zien hier. Ik heb net met Blondie les gehad en het ging eigenlijk wel erg goed. We hebben een beetje een herhaling van gisteren gedaan, waardoor ik het ook wat makkelijker vond. Gisteren vond ik het best heel erg lastig en als we het dan vandaag herhalen, dan denk ik, oh ja. Ja, dat is waar ook. Waardoor het voor mij ook makkelijker wordt. We hebben het vandaag ook iets korter gedaan. Dus Blondie is ook niet op haar kont bezweet. Is. Mijn moeder gaat Blondie even naverzorgen. En ik ga Boris opzaden. Want ik heb nu met Boris les. Ja, dit nu. Zo, Blondie heeft kriebel aan haar neus. Ik ook. Ik ben Boris. Ze hoofdstel aan het indoen. Het gaat very fantastisch. Boris die valt een beetje altijd een beetje in slaap als ik zijn hoofdstel omdoet. Dan denkt hij, oh, zij gaat er weer op. Dan doet hij alsof hij in slaap valt, doet zijn hoofd naar beneden en dan trek ik hem weer omhoog. Vandaag hebben we net zoals bij Blondie weer hetzelfde herhaald als gisteren. En dat vond ik eigenlijk weer net zoals bij Blondie heel erg fijn. Want met Boris heb ik sneller puntjes dat ik wat lastiger vind omdat Boris al wat verder is. En dan wil Boris weer voor mij doen te snel. Vind ik dat best lastig. En met Blondie is het voor ons allebei nog lastig omdat we allebei nog niet kennen. Zondag, we gaan buitenrit. Net in mijn sluis was het nog een soort warm. Ik ga even tellen hier in Poeldijk. Koud! Maar goed, maakt niet uit. Ik heb mijn jas aan, waterdicht. Dus als het gaat regenen, overleef ik het ook nog wel. We gaan zaden. Ik was even lekker mijn Blondie aan het kroelen. Kijk, daar staat de blonde pony. Ze zegt wel nee, maar het is ja. Blondie is zoals gewoonlijk weer te smerig voor woorden. Gedacht. En we zijn bij de arkoppen niet linksaf maar rechtsaf gegaan. We gaan een stukje langs de weg en dan komen we hier. Ik weet niet of ik dit nou zo prettiger vind als de andere kant. En het waait toch nog veel harder dan gehoopt. Testen maar even naast voor de zekerheid. Als we verkeerd, ik weet ook niet of we het goed gekopt hebben, want volgens mij komen we hier helemaal nergens uit. Nou, het vorige pad liep dood. Toen kwamen we in een of andere achternibbezooi terecht. We hebben niet gefilmd. Maar we hebben nu een fietspad gevonden. Dus we hopen dat dit dan wel leidt naar het Uithofbos. Ik ben steeds minder van overtuigd dat dit een fijne route is om te lopen. Nou, het was even zoeken. Maar we hebben het gevonden. Net zaten we waarschijnlijk achter dat ding. Maar we gaan hier het Uithofbos weer in. Dus die is even helemaal verbouwereerd. Dat ze niet aan zou komen. Maar ja, dan kan ze zo in ieder geval op de pony. En dan kan ze in plaats van wandelen met de pony, kan ze gewoon een paard rijden. Ook leuk. Wat zeg je? Ja, gewoon eromheen lopen. Het is niet zo lekker weer. En ik heb het eigenlijk best fris. Dus ik denk dat we zo ook nog gaan dragen. Alweer had al gezegd, als je in het bos bent, dat is toevallig Tessa trouwens,
dan zal het waarschijnlijk minder hard waaien dan dat je niet in het bos bent. Dus toen dacht ik nog, nou, het zal wel, het waait geen hard. En hij heeft gelijk. Maar hij heeft gelijk, uiteraard. Kijk maar. Net roei je dit echt wel heel hard. En hier is het eigenlijk wel heel hard. De Little Lady is niet alleen heel fijn bij de zon, maar ook bij de regen. Want dan krijg je een stuk een wapen in je ogen. Ik ben een enorm fan van die grote kleppen. Ja, die gaatjes komt er ook. Oh, en via de gaatjes komt er ook geen regen, zegt Tess. Nou, dat weet ik niet. Nee, dat is waar. Dat komt er ook geen regen. Nou, lange teugel hier. Het is tijd om weer uit te stappen. We zijn alweer op de terugweg. We komen hier langs de dekentjes, schaapjes. Het is het achter me, de vrouw loopt te hard. Dus nou ja, ik ga er weer eventjes vertellen dat ze langzamer lopen. Blondie heeft besloten, ik ga niet verder, want daar zitten vreselijke witte monsters op de weg. Nou, snap ik dat wel een beetje. Ganzen zijn natuurlijk bepaald een apart volk. Maar ja, dat toch op een of andere manier langs. Blondie durft een stapje dichterbij. De ganzen, hoe hoog zullen die zijn? 30 centimeter. Nou, met op misschien 60, 50. Blondie, schofthoogte. 1,50. Een meter hoger. Ik ben gewoon bang voor een paar beestjes op de poten. Jaag ze maar gewoon weg. Kortje. Precies. Dag ganzen. Ja. Wij hebben een buitenrit gemaakt. Zeker. En er liepen ganzen in de weg. Alweer. Vorige keer waren ze hier op de snelweg. Ja, dit is geen snelweg, maar vorige keer hier nou, op de rotonde. Dit is een snelweg hoor. Is dit een snelweg? Zijn ze weer. Die liep op de snelweg. Zij is het maar zo weinig gekomen. Ja. Nou, de politie heeft ze nog geholpen. Ja. En we kwamen vandaag een schapenhoeder tegen, een hond, omdat er schapen ontsnapt waren. Ja, zo, er zijn heel veel waren dat er. Dat was ook wel leuk om een keertje te zien. Ja. Nu heb ik het alleen maar koud. Ja, jij wel. Ja. Ik vind het echt lekker warm. Ja, dan kom ik aan het vaste wind vandaag. Misschien dat dat ermee te maken heeft. Ja, nou vaste, dat is dat ze een hele dag niet eet. Dat weten de meeste mensen wel hoor. Ik wist dat vroeger niet dat vaste was. Nee? Ja, goed dat je het dan vertelt. Wij gaan naar huis, dan ga jij eten en ik ga in bad, want ik heb het koud. Ja, veel succes in bad. Dank je. Gesproeid. Dus die gaan sporen aan het logeren. De dames staan los. Die gaan straks nog even op de wijze of hij vandaag. Blondie is gereden als het goed is door Daan. En dan Fran is vrij. Die is gisteren gelogeerd. Dus waarom is Boris kapot? Nou, Boris en ik waren lekker aan het oefenen. En op een gegeven moment schrok hij omdat er een tennisbal in de sloot terecht kwam en daarvan dacht hij wow. En toen is die gaan rennen als een jekko. Ik zie het, hij is helemaal bezweet. Achter zijn oren, bij zijn oren. Ja, dus ik ga even met hem uitstappen. En hopen dat er geen tennisbal op zijn hoofd komt. Mm-hmm. Ja, Boris, een hele andere sport, tennis. Inmiddels klaar. Ik heb echt heel veel warme dingen aangehaald en echt heel koud. We hebben de bak teruggezet. Ik heb de handdoek gewassen in de bak, omdat hier nog allemaal curry op zat. Vandaag woensdag. Gisteren ben ik door mijn enkel heen gegaan. Dat was niet heel fijn, omdat we in de mesthoop sprongen. En daar heb ik nog een beetje last van. En ik heb vandaag met Blondie les. In het begin moesten we natuurlijk allemaal oefeningetjes doen, dus dan is het allemaal vrij rijden naar ontspanning. En naarmate de les verder ging, ging het steeds beter, maar ik zat te praten. Dus ik heb niet meer gefilmd, sorry. Tess is nog de laatste dingetjes aan het opruimen. Ze had een rommeltje gemaakt, dus dat moet opgeruimd worden. En dan gaan we eindelijk naar huis. Het is inmiddels 9:50, dus best wel laat. Maar goed, soms gaan die dingen zo. Dus weg lekker naar huis, eten en dan naar
bed. Morgen weer nieuwe dag. Nou, Vroon heb ik al gehad. Maar daar had ik het een beetje druk mee, dus ik hoef niet filmen. Blondie heb ik een klein beetje even bijgezet. Draf, kom maar. Kom maar. Draf. Blondie vindt de tennisbaan hierachter een beetje spannend. En we hebben hier natuurlijk weinig tennis gehad in de coronatijd. Dus nu is het best heel spannend. Ik heb daar een heel klein beetje bij gezet met een touwtje. Dat ze haar hoofd niet helemaal... Kom maar eraf. Niet helemaal omhoog kan gooien. Misschien dat ik hem zo nog ietsje strakker zet. Maar als ze wat meer rug gaat gebruiken. Zadelmaker zei ze vooral de rechterhand moest trainen. Dus dat gaan we nu doen. Filmen en logeren. Kom maar eraf. Filmen en logeren tegelijk. Dat gaat niet heel makkelijk nu. Dus nou ja, we gaan doen. Zo, Tessa is nog even met Boris aan het rijden. Boris heeft er meer zin in dan Blondie vandaag, geloof ik. Want Blondie die dacht, zoek maar uit. Ik ga om uit te stappen met Boris in de zadel. Gaat u maar. Wij zijn onderweg naar huis. We zijn echt heel vroeg. Normaal gesproken zijn we helemaal niet zo vroeg. Dus dan zie ik jullie morgen weer. Het is vandaag vrijdag. En dat betekent de laatste dag van de week. Dus dat er een weekend aankomt. Bij ons wordt het Pinksteren, dus ik heb 3 dagjes vrij en daarachter komt ook nog een studiedag. Ik heb 4 dagjes vrij! We hebben hier onze vogelfamilie. Ik zie hier 4, maar het horen er 5 te zijn, dus ik ben maar heel erg benieuwd waar de 5e is. Ik hoop dat die nog leeft. Vandaag ga ik 3 paarden rijden. Ik begin met Blondie. Die ga ik in de les doen. En dan ga ik Boris rijden. En dan ga ik Vrone rijden. Maar die ga ik niet zomaar rijden, maar die ga ik zonder zadel rijden. Want gisteren heb ik zonder zadel even gestapt op Boris. En ik kreeg weer zoveel zin om zonder zadel te rijden. En Vrona is wat bolder dan de andere 2 ponies. Of wat breder gebouwd, misschien kan ik het zo beter zeggen. En daardoor heb ik meer balans. En vind ik het ook leuk om weer een keer op Vrona te rijden. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Waarom leer ik wijken als ik nog niet eens in de B zit? Nou, het is natuurlijk niet heel erg dat ik hier leer wijken zoals het in de proef moet. Maar het is vooral dat... de ponies allebei eigenlijk al een beetje de eenzijdige kuitdruk of hulp leren. Dat hij dus weet dat als je kuit aanlegt aan één kant, dat hij een beetje zijn buik naar buiten moet doen. Waardoor we dus alle wendingen, alle voltes kunnen rijden in de buiging. In plaats van dat hij als een plankje door de bocht heen komt. Hier is het derde paardje. En hier heb ik eigenlijk stiekem echt heel veel zin in. Want ik ga zonder zadel rijden. En dat heb ik echt al super lang niet meer gedaan aan de Vrona. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat weer voelt en hoe dat zit en dat soort dingen. Ik heb er vooral heel veel zin in. En toen was de week alweer voorbij. Het is vrijdag. En dat is meestal het eind van de weekvlog. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Het was een erg leuke week. Als je deze weekvlog leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal als je toch bezig bent. Klik dan op het belletje in Zwitserland. Heel erg fijn. Duitsland, sorry.
En dan zie ik jullie morgen weer bij de zondagvideo.